Vrijdagavond 17 februari spelen de Ahout Devils hun laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Voor twee spelers betreft de wedstrijd tegen de Tilburg Trappers de laatste wedstrijd uit hun loopbaan, want Tom Kokke en Dave Stappershoef, zij hebben besloten hun carrière na dit seizoen te beëindigen. Na afloop van de training van donderdagavond spraken we met Dave Stappershoef en trainer George over het afscheid en het afgelopen seizoen. In terms of our team and what we have, we have a mix, young, old, and everything in between. In terms of our players and our roster, we've had some injuries, so our younger guys have gotten a lot of ice time this year. But we also have an important older group amongst us as well. Ja, het moment om te stoppen natuurlijk is altijd moeilijk. Ik denk dat voor iedere sporter dat eigenlijk de angst is op het moment dat je met je sport bezig bent. Maar uiteindelijk moet een keer die keuze gemaakt worden. And in terms of Tom and Dave stepping down, those are our veteran guys, a couple of our leaders. Tom is a guy who doesn't say much. He just goes out and he works hard and he does his thing. And the guys respect him for that. And clearly, at his age, for him to continue to do it as long as he did, that speaks volumes about his character and what type of person he is. Vorig jaar had ik eigenlijk het idee van, ja, ga ik nog een jaar verder, ga ik niet een jaar verder. Voor het seizoen heb ik toen contact gehad met het bestuur. En het bestuur heeft me gevraagd of ik toch nog echt wilde doorspelen. Want ja, dat voor het team was belangrijk. En ze hadden van, ja, je kan nog niet stoppen. Nou, de wedstrijd vanmorgen staat eigenlijk voor beide teams. Gaat officieel eigenlijk nergens meer over. Zij hebben de play-offs niet gehaald, wij hebben de play-offs niet gehaald. Het blijft natuurlijk altijd een wedstrijd tegen Tilburg. We hebben dit jaar een keer gewonnen van ze, maar we hebben ook een keer dik verloren van ze. En ja, we kunnen dus, het kan alle kanten op gaan en dat is eigenlijk wel leuk. Okay.